Ja, wij van Coffee Discounter geven weer een mega korting weg. En dat doen wij door die welbekende. Daar komt ie! Weekendknaller! Ja, en deze aanbieding geldt van vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur. Check wel eventjes de voorraadmeter, want hop is op! Ja, je kan één van deze weekendknallers natuurlijk gewoon online bestellen. Of hier in Naarden in de showroom komen bekijken, net als deze mensen. Ja, en de weekendknaller van deze week, dat is de Jura Ena 7. Jawel! Of in het rood, of in het zwart, of in het wit. Maar natuurlijk allemaal met de grijze voorkant. Normaal geprijsd. Jawel, 799 euro is. En dan komt hij weer. Wij gaan knallen! 599 euro voor één van deze jongens. En natuurlijk voor de expertise uitleg van één van deze apparaten, de Jura Ena 7 dus. Even je aandacht voor onze expert. Jura. En als ik er dan naar kijk, dan zeg ik, wauw, wat een design. Echt, dat kan alleen Jura maar. Althans, tot nu toe zijn zij nog steeds leidend in iets wat mooier is dan misschien wel van vele anderen. Wat dan ook een heel goed idee is, de Ena 7. Hun runner en opvolger van de Ena 5. Uw vraag, wat heeft hij dan meer? Wel nu, een nieuw dashboard, en dat is van belang, maar wat ik nog veel belangrijker vind, is hij heeft een aroma boost. En daarmee kunt u wat meer grammen toevoegen, waardoor uw koffie beter gaat smaken. We zetten hem eerst op sterk, want mild, dat is, kan altijd nog op zondagmorgen. Dat is mijn stand. Dan draaien we deze kop, dat is handig hè, kijk, uitlopen voor 2. Of voor 1. Nou, aangezien ik weer helemaal alleen alles moet doen vandaag, ga ik dit kopje koffie drinken. En ik wil hem niet zo groot. Maar die kan ik ook nog afstellen qua waterhoogte. Kijk, dat is wel een echte. En ik zie het verschil met de Ena 5. Het is gewoon zichtbaar. Eerlijk gezegd, ik ben er heel erg blij om. Want dat extraatje kon hij nou net hebben. Even proeven wat hij doet. Hij is best goed heet trouwens. Kijk, het cremelaagje staat er nog steeds. Dus met deze Ena 7 kan u absoluut een onwijs mooie koffie maken. Bonenmaler, ja, de zwaartekracht zegt het al, die moet boven zitten. Dat is hem dan. 125 gram koffie kan u erin kwijt. Denk erom, koop 100% Arabica. Het liefst Italiaans, want dan komt hij tot zijn recht. Pas op, hier zit de waterbak. Ga nou niet knoeien met een gietertje, want het wordt steeds maar weer in die molen gegooid. En dat wordt heel duur. Pak de waterbak eraf. Loop ermee naar de kraan. En vul die 1,1 liter volledig af en herplaats hem. Als u nou graag wat gemalen koffie over heeft of kwijt wil, of u heeft een kennis die zweert bij decaf, nou, dat lossen we hierop. Het schuifje open, een lepeltje is erbij trouwens, wordt meegeleverd. En u doet een portie eventuele decaf poederkoffie daar erin. Hier trekken wij de lade eruit en daar vinden we het restant, het residu. Het is trouwens een mooi koekje. Je kan toch zien dat die maler wat fijner werkt dan de Ena 5. Dat is het residu en dit is uw lekbak. Het is allemaal helemaal niet ingewikkeld. Het enige wat u bij Jura zelf hoeft te doen en kan is dit schoonhouden en ontkalken. De Z-groep zit namelijk hier binnenin en die kan u niet zelf eruit nemen. Daarvoor biedt iedere Jura dealer u een onderhoudsbeurt aan, zo om en nabij de 4000 kopjes. En dan wordt het allemaal keurig voor u geregeld. Kijk, wij Nederlanders zijn natuurlijk gek op cappuccino. Dat is nou helemaal niet anders. Handig is ook die verstelbaarheid. Hè? Hop, omhoog. Enorme emmer eronder, want dan pakken we het ook echt grondig aan. Wij drukken op de stoomknop. Draaien de schakelaar
nastomen. Wel makkelijk is, zeker als je zo'n grote kom eronder zet, dat hij in ieder geval niet verschoven meer hoeft te worden. Je moet alleen die ene handeling nog doen om apart op de koffieknop te drukken. Het is wel erg mooi schuim en zo zet je met de nieuwe ENA 7 een uitstekende cappuccino naast een echt verbeterde koffie of espresso. Heel belangrijk is het onderhoud van uw koffiemachine. Naast het schoonspoelen van de zetgroep moet u ontkalken. Ga ervan uit een keer of 6 per jaar, dus iedere 2 maanden. Heel belangrijk is dat u daarnaast het ontkalken de machine ook een aantal keren per jaar moet reinigen. Dat gebeurt met een pil. En deze pil, afhankelijk van de machine, wordt ook vaak toegevoegd aan het water of in een apart vakje. Uiteraard is dit ontkalkerssetje voor een heel jaar verzorging bij ons te verkrijgen. Ja jongens, ik ga het nog 1 keer zeggen. De Rolls-Royce van de koffiezetapparaten, de Jura ENA 7 van €799. Jawel, dan komt hij nog een keer. €599. En zo hebben we dan een espresso, latte macchiato, cappuccino of een gewoon kopje koffie van koffiediscounter.nl.